jullie aandacht. Zoals jullie weten zijn wij hier bijeen ter gelegenheid van een heugelijke gebeurtenis. Onze goede vriend Jan van Klaveren hier neemt morgen een zeer belangrijke beslissing. Als een van de laatste leden van onze dierbare kegelclub stapt hij in de huwelijksboot. Jan, jongen, het woord is aan jou. Ja, Jan, en maak van je hart geen moordkuil, want dit is waarschijnlijk de laatste keer van je leven dat je iets zeggen mag. Hey, beste vrienden. Jullie hebben vanavond een hele hoop grappen gemaakt over het huwelijk. Maar ik weet zeker dat jullie dat niet meenden. Want één ding weet ik wel. Ik ben hartstikke gelukkig. Ja, nou, dan gaan we zelf over als je eenmaal getrouwd bent. Beste kegelvrienden. Wat Jantje hier nou allemaal overkomt, dat is hem eigenlijk niet kwalijk te nemen. Nee, integendeel, dat is eigenlijk allemaal mijn schuld. Hij gaat namelijk trouwen met mijn schoonzus Agnes en ik ben degene die ze aan elkaar voor heb gesteld. Dus ik kan hem niks kwalijk nemen, want hij weet niet wat hij doet. Maar ik ben hartstikke gelukkig. Zei ik het niet? Er zit natuurlijk ook een gunstige kant aan de zaak. Aangezien hij gaat trouwen met de zus van Nel, hebben we vanaf morgen dezelfde schattige schoonmoeder, Jan. Ja. En Jantje lijkt mij de aangewezen figuur om mij een beetje uit de wind te houden. Maar die schoonmoeder van jou, Jaap, is een schat van een mens. Ja, natuurlijk. Onder lijn 9, hè? Ja. Wij bij de RET, vrienden, hebben aan dat mens nog nooit een dubbeltje verdiend. Want ze gaat nooit met de tram en ze neemt ook nooit de bus. Nee, ze heeft haar eigen bezemsteel. Meteen even van de gelegenheid gebruik maken om een toast uit te brengen op ons aller Jantje van Klaveren. Die vanaf morgen definitief zal zijn toegetreden tot het gilde der levenden doden. Ja. Ja. Op jouw toekomst, lieflijk en zacht. Maar als je bij de hand bent, dan smeer je hem vannacht. Ja. Ja. Beste kegelvrienden, laten we deze avond waardig besluiten door gezamenlijk beneden aan de bar nog een biertje te drinken. Ja. Wacht even, Jan. Wacht even. Even nog iets aan jou vragen. Hebben jullie dat huis nou nog gevonden? Nee, Jaap. Niet gelukt. Woningnood, hè? Maar het geeft niet. We gaan eerst lekker een weekje met vakantie naar Valkenburg. En als we dan terugkomen, dan trekken we in bij je schoonouders. Wat? Ja, we krijgen de hele zolder. De hele zolder, ja. Jan. Dat kippenhok boven bedoel je? Je maakt de grootste fout van je leven. En ik weet waar ik het over heb, hoor. Nel en ik zijn ook bij ze ingetrokken na ons trouwen. Om mij de gelegenheid te geven een paar maandjes wat te vinden. Nou, het waren 8 afschuwelijke tropenjaren. Ze leek mij wel aardig. Omdat je er nog niet woont. Natuurlijk lijkt ze aardig. De wolf van Roodkapje, die leek ook aardig. Maar toen ze binnen was, vrat hij er wel op. Het kan niet anders. Agnes wil het nou eenmaal zo. Agnes wil het nou eenmaal zo? Wat kan ik jou schelen wat Agnes wil? Dit is een democratie, hoor. We leven in een vrij land. Waar de man woont, draagt hij de kroon. Mooi gesproken, Jaap. Ja, maar Agnes wil het nou eenmaal zo. En ik heb geen zin in ruzie, Jaap. Geen zin in ruzie? Nee. Waarom ga je dan trouwen? Luister jij nou eens even, Jan. Als Agnes morgenmiddag op het stadhuis hebt gezegd ja, dan is dat de laatste beslissing die jij er hebt laten nemen. Vanaf dat moment heb jij thuis de broek aan. Jan, ik drink op jou, op de herboren Jan van Klaveren, die vanaf morgen de baas is in huis. Tja, ik kan het proberen. Mooi, jou, Jan. Wat een enige dag. Oh. En wat was Agnes een beeldig bruidje. Zeg dat wel, kind. Het was zo ontroerend. Ik heb zo moeten huilen. En Jan is zo'n schat van een man. Ja. Oh, maar hier zijn de babykleertjes, de patronen ervan. Maar ik blijf zeggen, ik vind het een beetje voorbarig, hoor. Nee, kind, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Ik vond er al een beetje mollig. Over mollig gesproken. Ja, leuk. Nel, die de Geef beneden, die komt speciaal de deur uit om mij te vragen of ik soms doodgraver ben geworden. Eén doodgraver? Uit jou kunnen er wel 6. Leuk, maar leuk. Schiet je nou een beetje op, ja? Pa staat beneden te tobben met de tandem. Dag, schat. Ik ben weg. Dag, jongen. Dan te bedenken dat hij de hongerwinter nog hebt meegemaakt. Dag, ma. Dag, kind. En ja, vond je ook niet dat Agnes er beeldig uitzag? Ja, maar dat mag dat ook wel. Ze heeft er 20 jaar over gedaan. Jongen, jongen, ik denk dat mens komt nooit meer aan de man. Nou, Jaap, Jantje van Klaveren was heus de enige niet, hoor. Er waren er heel wat die er graag het jawoord wilden horen geven. Ja, ik weet er zo wel 3. Je vader, je moeder en de slijter. Ze heeft gewoon gewacht tot ze de ware gevonden had. Gewacht? Gezocht zou je bedoelen. Jongen, jongen, wat heb dat mens lopen zoeken. En wat gebeurt er vandaag? Ze gooit de bruidsboeket weg. En van louter gewoonte vangt ze het zelf weer op. Daar kon ze niks aan doen, Clea. Oh ja? Als ik zo kon glijden, stond te keepen in Feyenoord 1. Nou, nou maar op, Jaap. Ze is nou getrouwd en hartstikke gelukkig. Nou, daar heb je gelijk in. Daar gaat het om. He, ze houden van elkaar en dat is het belangrijkste. Neem ons nou maar. We hebben wel eens ruzie, maar we houden wel van elkaar. En dat is het allerbelangrijkste. Ik ga een bakje zetten. Wil je ook? Nee, ik ga naar bed. Ik ben doodmoe. Dat is nog uitputtend, zegt zo'n receptie. Ik ben echt doodop. Nel, denk je eraan dat morgen voor 12 van dat pak terug moet zijn bij de verhuur? Anders moeten we 2 dagen betalen. Kom voor elkaar. Nog een geluk dat ik geen minister Lunch heet. Liep ik de hele dag in zo'n pak. Ja. Wat is er aan de hand? Oh, Nel, het is zo vreselijk. Jan is een monster. We hebben zo'n verschrikkelijke ruzie gehad. Maar wat is er gebeurd dan? Wat doet die hier? Ze hebben ruzie met Jan. Nou al, daar hebben wij tenminste mee gewacht tot de volgende ochtend. Jan is een monster. Ik weet niet wat hij nou ineens heeft. Hij zegt zulke rare dingen. En hij is anders zo aardig en zo rustig. En hij vindt mij hartstikke lief. En nou is die ineens een monster. Nou. Wat heb je dan gedaan? De receptie was net afgelopen. En toen begon hij zulke rare dingen te zeggen. Dat we niet bij moeder gaan inwonen. Dat hij de baas in huis is. En waar een man woont, draagt hij de kroon. Maar dat is toch niks voor Jan, ja? Nelly, mag ik bij jou vannacht blijven? Ik durf niet meer naar moeder terug. Ik schaam me zo. Nee, Agnes, je bent nou getrouwd. Je hoort bij je man te zijn. Dat monster, ik wil hem nooit van mijn leven meer zien. Oh, nou ja, als het al zo erg is, blijf je nog maar een nachtje slapen. Hè? Slaap je bij mij? Slaapt Jaap wel ergens hier? Ja, natuurlijk. Jij bij Nel en ik slaap wel ergens hier. Hè? Ga je nou eens even uit. Oh, alle mannen zijn monsters. Ja, neem maar een nachtbonnetje van mij, dan kan je gelijk lekker naar bed. Verdorie, nou is er maar 1, de rest zit in de was. Nou, neem jij deze maar, pak ik wel een pyjama van Jaap. Dankjewel, Nel. Lekker slapen. Hè? Oké, lieve Lita, waar moet ik nou slapen? Leen je lichtstoel bij Siem. Hè? Leen een lichtstoel bij Siem? Nou, doe mij nou eens even een lol. Ach, Jaapie, jij kan toch overal slapen? Wel ja, joh, ik ga hier wel buiten liggen op de veranda, hè? Of weet je wat? Nee, ik leg hier in de keuken met mijn kop in de oven, lekker warm. Hè? En dan de voeten in de grootsteen, lekker koel. En dan om het uur even wisselen, ja? Misschien kunnen we dit gebruiken als hangmat, ja? Het is maar voor 1 nachtje. Morgen denkt ze er waarschijnlijk weer heel anders over. Als we er nou terug naar Jan sturen, dan komt er helemaal niks van terecht. Nel, je kan hoog springen, je kan laag springen. Ik ga hier niet op de bank liggen. Nou, dan zit er maar één ding op. Trekken we nou onze jas aan, gaan we naar Jan toe en vragen waarom die zo raar doet. Dat gaan we doen. We trekken nou onze jas aan en we gaan naar Jan en we vragen waarom... Weet je wat, Nel? Ik slaap wel op de bank. Je zegt niet... Ja. Ga jij nou maar slapen, ja? Ik ga lekker bakkie zetten, meid. Blijf jij nog maar even lekker liggen. Oh ja, graag. Jaap! Jaapie, opstaan! Ja. Het is tijd! Opstaan! Nou, Nel. Zouden we niet eens een nieuwe matras nemen? Van deze krijg ik een houten rug. Blijf jij nou maar even liggen, hè? Dan maak ik wel even koffie. Ik zie het fornuis nergens, Nel. Kijk jij nog eens even. Jaap. Jaapie, opstaan. Ben jij dat, Nel? Nee, Circus Boltini. Wat doet de huiskamer in de slaapkamer? Oh nee, nou weet ik het ineens weer. Is ze terug naar Jan? Nel, kan ik die jurk van je lenen? Tuurlijk, meid. Neem die rode met die bloemetjes maar. Die is mij toch veel te groot. Nou ja, leen je jurk uit, joh. Hè? Neem je toch gewoon van mij een pak? Jaap. Jaapio. Alles kids achter de rit. Nou ja, die zwager en die schoonzus van jou, die zitten nou lekker hoog en droog in Valkenburg, hoor. Oh ja? Nou, als hij er zit hij er alleen, want zij zit hier. Joh, zeg dat wel. Apart op vakantie gaan had ik wel eens van gehoord, maar apart op huwelijksreis vind ik wel heel modern. Hoewel, ja, hoewel, je moet mij natuurlijk niet rekenen, want ik ben altijd al heel modern geweest, hè. Nooit verteld. Nou, kijk. Zus, die wou mij. Maar ik wou haar zus. Ons? Ja, maar ons wou mij weer niet. Afijn, zus de best doen natuurlijk, de kleren van de zus aantrekken. Mocht ik Ans tegen haar zeggen. Afijn, ik op een gegeven moment mijn ja gezegd, wij getrouwd. Hè? Ik regel voor de huwelijksreis een pensionnetje op Vlieland. Tenminste, voor haar. Ik zat zelf op de Schelling. Maar ja, ik was niet van eraf hoor. Kwam ze mooi weer aangezwommen, de andere dag. En? Hoe denkt ze erover nou? Nou, zoals ik er nou hoort praten, gaat ze helemaal nooit meer terug. Oh, lekker gezellig. Blijf ik mijn hele leven verder op de bank liggen. Ja, alsjeblieft. Doe nou een beetje aardig. Als ze nou zo meteen binnenkomt, zeg dan iets liefs. Iets waar ze van opvrolijkt. Jij ook, Sien? Vooruit dan maar. Kom dik voor elkaar. Agnes. Wat zie je er schattig uit. Agnes, leuk. Dat haar. Agnes, leuk. Nou, getrouwd hè, meid? Gefeliciteerd hoor. Waarom zeg je dat nou? Ik moest het toch opvrolijken, Jaap? Ja, ik kan er ook niks aan doen. Mensen, we moeten ervoor zorgen dat ze weer naar elkaar teruggaan, hè? Ja. Nou, Jaap, waarom hebben ze eigenlijk ruzie? Misschien dat ik kan helpen? Dat is nou juist het gekke zien. Je weet hoe rustig en kalm en hoe onopvallend Jan altijd is. Onopvallend? Dat mag je wel zeggen. Ik herken hem altijd als een kegelbal. Nou, gisteren is hij omgedraaid als een blad aan een boom, hoor. Oh. Begon hij ineens te schreeuwen dat in een vrij land leven... en dat hij de baas in huis is... en dat waar de man woont, draagt hij de kroon. Oh, wacht even. Hè. Waar de man woont, draagt hij de kroon? Dat heb ik iemand eerder al eens een keertje horen zeggen, hoor. Alleen wie? Simon, moet jij niet eens even... Wacht even, ja, wacht even. Waar de man woont, draagt hij de kroon. Woonkroon. Ja, het legt een puntje van mijn tong. Alleen wie heb ik dat nou eerder horen zeggen? Woonkroon. Hou er nou maar over op. Agnes is weggelopen. Waarom? Ik praat nog even hardop. Omdat zij denkt dat Jan een monster is, omdat hij tegen haar loopt te schreeuwen. Als wij Agnes er nou eens van konden overtuigen dat dat heel gewoon is dat alle mannen dat doen. Hè? We nodigen ze vanavond uit te eten, ja? En dan gaan jij en ik een toneelstukje oplopen voeren. Dan ga ik jou bevelen lopen geven en vertellen hoe je alles doen moet. En jij van ja, schat, nee, schat, alsof dat heel normaal is. Dan denkt Agnes natuurlijk, Jan is helemaal geen monster. Ze zijn allemaal zo. Ja, grandioos idee. Ja, dat kan ik namelijk mee gaan doen. Ja, dan kom ik op een gegeven moment naar beneden met zus. Dan ga ik hier zo de mantel uit staan vegen. En dan ga ik allerlei dingen tegen haar zeggen. Dat ze ja en amen moet zeggen en zo, weet je wel. Jongens, dat gaat toch helemaal niet? Weet jij wat beter dan? Nou ja, we kunnen ze in ieder geval uitnodigen om te komen eten. Dat dacht ik ook en de rest doen we ook. Ja, inderdaad. Nou, luister nou eens eindelijk naar je man. Ten slotte, hij de broek aan. Hé? Waar de man woont, draagt hij de kroon. Waar de man woont, draagt hij de kroon. Waar de man woont, draagt hij... Ik heb het iemand horen zeggen. Ja, Simon, hartstikke bedankt. Tot ziens. Ja, maar wacht even, Jaap. Ik ben er bijna... Eruit, 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 eruit! Waarom doe jij nou weer zo? Maakt niet uit. We nodigen ze dus vanavond uit om te komen eten. Ja. Weet je wie ik dat eerder heb horen zeggen? De dikke deur. Papier van de Klaar. Zij is echt gelukkig. Ik wist het, ik wist het. Er zat hier voor de witman. Meid Nelly, had toch even geroepen, had ik toch mee kunnen helpen? Maar het is al bijna gebeurd. Maar je hebt gedekt voor 4? Ja. Moet je wat vertellen? Agnes, lieve Jan! Ik wist het wel. Oh, ik ben zo gelukkig. Ik had nooit bij je weg moeten lopen. Kan je me vergeven? Het is allemaal mijn schuld. Ik had me nooit zo moeten gedragen. Ik had nooit naar Jaap moeten luisteren. Maar dat doet er nou toch niet meer toe. Dat is verleden tijd. We zijn nou weer samen. Dat is het belangrijkste. Jan, luister eens even. Wat heeft Jaap hiermee te maken? Ik had nooit naar hem moeten luisteren, Nel. Van de week bij de Chinees stond hij me te vertellen hoe ik het moest aanpakken. Dat waar een man woont, draagt hij de kroon. Waar bemoeit hij zich mee? Ik wist wel dat het niet aan Jan kon liggen. Het komt allemaal door die man van jou. Dat is een monster. Daar hebben we Jan. Fijn dat je zo vroeg bent, Janneman. Kom zo bij je, even mijn vrouw de mantel uitvegen. Nou, je weet het, waar de man woont, draagt hij de kroon. Ik heb hier de broek aan, dus ik deel bevelen uit, die heb jij op te volgen. Zoals vanochtend, toen zeg ik tegen jou, vanavond staan mijn pantoffels klaar. Dat is niet gebeurd. Nou, waar zijn mijn pantoffels? Bespaar me je smoesjes, Nel. Schaam je een beetje, maar ik zal het 1 keer door de vingers zien. Laat het geen 2e keer gebeuren. Dus, Nel, mijn pantoffels en snel. Je bent er niet doof, Nel. Ik zeg, Nel, mijn pantoffels en snel. Je kan met je pantoffels op het dak gaan zitten. Wat zeg je nou? Agnes en Jan staan erbij. Ik heb hier de broek aan, Nel. Hoe durf jij je te bemoeien met andermans huwelijk? Jan heeft net alles verteld. Ik had het kunnen weten, Jaap, dat het allemaal jouw schuld was. Ik had nooit naar jou moeten luisteren. Je bent altijd al de plaag in de familie geweest. Ja. Ben je nou tevreden? Oké. Zijn jullie klaar? Mag ik dat nou even? Jullie hebben gelijk. Ik had me er niet mee moeten bemoeien. Ik had Jan niet al die onzin moeten vertellen over de baas in huis. En er is geen baas. Een huwelijk is geven en nemen voor allebei. Ik zat fout. Dat geef ik toe. Maar! Ik zei het ergens om en daar heb ik geen ongelijk in. Dat inwonen van Hunnie bij jouw moeder is een verkeerd besluit. Als je trouwt moet je op eigen benen staan. Dus ik heb het misschien wat onhandig gezegd. Maar wat ik zei was voor de eigen bestwil. Zit er wat in, Agnes? Ik ben het niet altijd met Jaap eens, maar hij heeft wel een klein beetje gelijk. Je gaat me toch niet vertellen dat je het voor hem opneemt? Ik hou net zoveel van moeder als jij. Alleen samen met haar onder één dak. Nou, wij weten waar we het over hebben, hoor. Maar Nelly, we kunnen toch geen huis krijgen? Ja. En we kunnen toch geen maanden in een pensionnetje gaan zitten? Dat kost veel te duur. Lieveling, ik vind er wel wat op. Oh Jan, je bent een reus. Ja. Oh, Jan! Zo. Ja, ik wist dat het een goed idee was, maar dat het zo snel zou werken had ik niet verwacht, hoor. Ja, dus daar gaan we weer. Nel. Hallo, schat. Er is een ansichtkaart gekomen van Jan en Agnes. Ligt op tafel. Jo. Ja hoor, Valkenburg. Ingang model steenkolenmijn. Zo. Je hebt er 3 dagen over gedaan. Die is net op tijd. Ze zouden vandaag toch terug zijn? Ze zijn ook al terug. Oh, en hoe gaan ze dat nou doen? Gaan ze nou bij je moeder in wonen? Nou, Jaap, ik moet je wat vertellen. Wat dan? Je had helemaal gelijk dat jonggetrouwde mensen niet bij hun moeder moeten gaan inwonen. Wat bedoel ik nou? Hoezo? Nou, een pensionnetje voor zo'n lange periode is natuurlijk veel te duur. En een hotel kan helemaal niet. Het is niet waar, hè? Je gaat me nou toch vertellen dat het niet waar is, hè? Ze wonen niet hierin, hè? Nou, zij niet, maar... Dag, jongen van me. Je bent me toch maar een lekkere spekkoper, hè, Nel? Ja. Gezellig, hè, meid? Mijn pa waren het ook helemaal met je eens, hoor. En nou hebben ze hun huis afgestaan aan Jan en Agnes... en komen zij gezellig een tijdje bij ons wonen. Leuk, hè? Is het eten al klaar, Nel? Pa, kom zo. 10 minuutjes, ma. Simon, zet de lichtstoel maar klaar.